klaarmaken van de grond en het uitrijden van de stalmest met aansluitend de verspreiding ervan was een behoorlijk karwei. Van de slaapplantjes was handwerk, waarbij met één vinger een gaatje in de grond werd gemaakt en vervolgens het plantje met twee vingers werd aangedrukt. Een van die handige poters is de heer Cor Kooijman, zoon van de toenmalige voorzitter. Naast het vele handwerk door de tuinders gebeurde het zaaien in zekere zin al machinaal. De kratjes voor de exportsla waren een hiervoor speciaal gemaakte exportverpakking. Deze export verliep via de trein en de nabijgelegen Rotterdamse haven, die ook toen al enorm in opkomst was. De export bestond niet alleen uit sla, maar ook was er de bloemkool die werd gebruikt in Engelse Piccadilly. Voorts waren er nog andere gewassen, waaronder radijs, komkommers en meloenen. Het opbinden van 25 goede radijsjes in een bosje was nog een hele kunst. Ze werden wel gewoon even in de sloot gewassen en wat waren ze dan lekker. Wat ongetwijfeld heel slecht voor je gezondheid was, in elk geval voor je rug, was het snijden van de slakroppen. En zeker ook nog bij de zwaardere bloemkolen.
Het telen onder het platglas van de komkommers en meloenen was ook geen licht werk. Erg arbeidsintensief en vermoeiend, met eerst dat raam omhoog, dan plukken en dan het raamglas weer sluiten. Een ander nevenproduct in de Barendrechtse regio was destijds witlof. Wisselteelt is van belang om bij veel gewassen het ontstaan van ziektekiemen te voorkomen, zodat witloftelen voor de hand lag. In de kas van Visser aan de Noldijk was er ook sprake van het telen van witlof. Veelal waren alle tuinders in deze winterperiode bezig met lof. Het graven van een kuil van zo'n 20 centimeter diep was een van de eerste dingen die moest gebeuren. Daarna werden de wortelpennen tegen elkaar aangezet en werd alles weer ondergegraven. Wanneer de eerste puntjes zichtbaar werden, werden ze vervolgens direct afgedekt met stro. Hierdoor kregen de kroppen geen licht en bleven ze blank, met als gevolg een beter product en een betere prijs op de veiling en uiteindelijk ook in de winkels. Een ander mooi product in de Barendrechtse regio waren de spruiten. In de winter van 1939 ging echter de hele spruitenoogst de mist in door de strenge en langdurige vorstperiode. De volledige oogst was vergaan en werd daarom ondergeploegd. Wat, zoals we zien, nog een heel karwei was.